Breda Nu. Je weet het meteen. Goedendag Breda. Het is weer weekend. Woep woep. En mijn naam is Bart de Wit en welkom bij het Weekoverzicht. Breda had even voor Frans Bauer toen hij vorig weekend optrad in winkelcentrum Hoge Vught naar aanleiding van zijn nieuwe album Levenslied. Frans deelde handtekeningen uit en fans konden met hem op de foto. We gaan het gewoon eens proberen. Frans, heb je heel even voor mij? Ik heb even voor jou. Ja. Hey, mooi toch dit, zo'n heel winkelcentrum vol? Onvoorstelbaar. Nou, je ziet het, we zijn er wel even bezig met tekenen, maar het was gigantisch druk. Nou, je hebt het gezien, ik weet niet hoeveel mensen er waren, maar ik schat 1500, 1600 waren er zeker wel achter mij voor me. Ja. Je ziet het Levenslied leeft en meer dan ooit. Ja, want ik zag ook, je hebt al eigenlijk gezegd over je nieuwe album dat je terug wil naar de basis. Maar is die basis ooit anders geweest? Nou, ik heb een periode gehad, mag ik wel zeggen, een soort midlife crisis. Ik ging zingen over skippyballen en ratata nummers. Maar ja, nu echt terug te zijn bij het echte Levenslied, liedjes met een boodschap, met een betekenis. Nou ja, je ziet wat er gebeurt. We zijn al door alle cd's heen, we hadden er een paar honderd, hoorde ik. En binnen een 20 minuten waren die weg. Een orkest van middelbare scholieren uit Canada was op doortocht in Nederland. En maandagavond gaven ze een concert in de Grote Kerk van Breda. Dit was de eerste keer dat ze in Nederland waren en daarom gingen we langs om te kijken hoe het ging. Ik sta hier bij de dirigenten van het symfonieorkest en haar naam is Laura. You arrived Friday. Did you see something from Holland? We did arrive Friday and we started our tour in Arnhem and then moved on to Breda, and it's a very beautiful country. We're very impressed so far. What can the people expect tonight? We have a variety of traditional band repertoire from all over the world. We have something from Canada, the United States, Britain and Germany. Breda staat bekend om de vele DJ's die hier vandaan komen. De DJ-school streekt neer op basisschool Sint-Josefs met de Dance Music Playground. Hierbij kregen kinderen workshops om te leren produceren en DJ'en. En op het einde werd er een feest gegeven waarbij de kinderen helemaal uit hun dak gingen. Het is vooral muziek maken, vindt iedereen leuk. Iedereen houdt van muziek. En juist met DJ kan je zelf een soort stijl kiezen. Je kan een beetje rustiger, kan maar ook hardstijl. Dus iedereen vindt het leuk. Wat is zo leuk dan? Je kan eigenlijk een beetje je eigen muziek maken. En je kan de hele tijd je kan het liedje helemaal veranderen met die knopjes. Dat je liedjes door elkaar kan zetten en je eigen remix kan maken. In Breda is er een lokale vervoersservice gelanceerd, namelijk Automaatje, voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen de ANWB en Zorg voor Elkaar Breda. Het initiatief is vooral gericht op het meenemen van mensen die anders niet zo gemakkelijk de deur uitkomen. Hierdoor krijgen ze dus weer wat meer sociaal contact. Wethouders Adank en Haag waren aanwezig voor de opening afgelopen donderdag. Er zijn mensen die dat niet kunnen. Die weten precies waar de dokter is. Die weten exact waar je het lekkerste bolletje kan drinken. Die weten precies waar je de kop koffie het lekkerste is. En misschien ook nog wel het goedkoopste. Maar kunnen daar niet heen. Nou, dat is lastig. Dat is lastig. En daar hebben we wat op gevonden. Ja, Breda barst van de vrijwilligers, dus dat is echt heel erg mooi. En mensen die een auto hebben en een beetje tijd over hebben, kunnen eigenlijk op een hele simpele manier met hun eigen auto heel waardevol zijn op deze manier. Dus het is heel laagdrempelig. Je hoeft maar iemand naar het winkelcentrum te brengen en weer terug. Je kunt het combineren met je eigen boodschappen, bij wijze van spreken. Ja, ik verwacht dat we heel veel vrijwilligers vinden die hiervoor in zijn. En diezelfde middag is wethouder Adank ook nog even een balletje gaan trappen met wethouder Van Lunteren en ex-topvoetballer Kees Rijvers. De Haagse markt wordt namelijk in een nieuw jasje gestoken, waarbij de bedoeling is dat er ook weer op straat kan worden gevoetbald. De bewoners van Prinsenhagen konden tevens met de virtual reality bril het nieuwe ontwerp bekijken. Ja, dus hier weer te ontstaan, want vroeger werd er natuurlijk niets anders gevoetbald dan op het pleintje. Dat zie jij weer verdwijnen, dat wil je weer terug laten komen. Hoe zit het? Ik denk dat dat terugkomt, zeker op kleine veldjes. En daar moet het talent groeien. Je hebt het ontwerp gezien voor de nieuwe Haagse markt. Wat was jouw mening daarover? Nou, ik vind het er mooi uitzien.
Zelf zou ik denken, nou kan dat niet nog meer. Met deze bril kan je letterlijk zien van hoe de toekomst van het centrum van Prinsenhagen eruit kan komen te zien. Hoe de Haagse Markt eruit kan komen te zien met minder auto's op het plein. Auto's zoveel mogelijk naar de randen, zodat je echt letterlijk ruimte hebt om activiteiten te organiseren. Te voetballen zoals net is gebeurd. Maar ook voor carnaval, voor andere evenementen heb je gewoon letterlijk meer ruimte. En je kan het ook gewoon mooi inrichten. Elke derde woensdag van maart is het Nationale Boomfeestdag. En de leerlingen van basisschool Het Noorderlicht hebben hard gewerkt samen met wethouder Adank om bomen te planten op de Strikberg in de Lage Vruchtpolder. Dus het is heel belangrijk om al bij de jeugd te beginnen om ze te vertellen dat groen gewoon belangrijk is. En gelukkig vinden ze het ook heel erg leuk. Dus als jullie later groot zijn en zelf kinderen hebben en misschien zelfs wel kleinkinderen hebben, dan kan je hier bij de kinderboerderij, dan kan je hier langs lopen, dan kan je zeggen, joh, ik heb deze boom heel vroeger nog geplant. En ja, ik krijg altijd superveel energie van als je die kinderen met zoveel enthousiasme bezig ziet met groen. Dus ja, daar moet je gewoon bij zijn. 5, 4, 3, 2, 1. Wat hebben we vandaag gedaan hier? Bomen geplant. Planten. Ja. Planten en zo. Planten en zo, oké, dat is duidelijk. Waarom is het belangrijk om bomen te planten? Dat is goed voor de natuur. En waarom dan? Wat doen bomen? Bomen die groeien en zorgen ook voor zuurstof voor mensen. Hoeveel bomen? 500. Ja, 500 ongeveer. Heel veel. Bijna 36 of zo. De lente komt er gelukkig weer aan. Dus tijd voor blaadjes aan de bomen, een lekker zonnetje, in het park of op het terras te zitten. En daarom zijn wij benieuwd of Breda al een beetje de lentekriebels te pakken heeft. Heb jij al de lentekriebels? Nee, volgens mij niet. Ja, hebben we wel. Ja, die zijn er eigenlijk nog niet helemaal eigenlijk. Ik moet gaan werken morgen, dus ja, nog geen echt plannen. Een stuk wandelen, heerlijk in de natuur. En waarom zijn jullie dan naar Breda gekomen eigenlijk? Nou, Breda kennen we al heel lang en we vinden het leuk om hier te winkelen. Leuke stad. Ja, dat café denk ik. Ja, het café gewoon feesten. Ja. Gewoon lekker zuipen en ja, ik zie wel wanneer het lente is. Elke week gaan we weer op zoek naar de foto die Breda het mooiste heeft weten vast te leggen. Heb je nou ook wat mooie kiekjes gemaakt? Mail ze dan door naar redactie@bredanu.nl. Deze week werd de foto geleverd door Tamara Verhoog. En op de foto is het chausseeveld bij Schemering te zien. Dat was het alweer voor deze week. Volgende week zijn we weer met de nieuwste highlights en nieuwtjes van in en rondom Breda. Fijn weekend en houdoe. Breda Nu. Je weet het meteen.